Maatschappijleer 2. Temmejoren. Hoofdstuk 6. Hoe kijk je tegen anderen aan? Hoe je tegen anderen aankijkt heeft sterk te maken met je beeldvorming. Als je voor het eerst iemand ontmoet, vorm je daar direct een beeld van. Dat plaatje wat je dus opslaat in je hoofd, is dus het beeld wat je van iemand hebt gevormd. Meestal blijf je zo'n persoon ook beoordelen naar dat beeld wat je eenmaal hebt gevormd. Het kan ook zijn dat je een verkeerd beeld van iets of iemand hebt. Zo is een vooroordeel een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten of de persoon goed kent. En is een stereotype als je een beeld van een hele groep mensen hebt. Bijvoorbeeld dat alle Nederlanders kaas eten, op klompen lopen enzovoort. Dit heeft ook allemaal te maken met rollen. Rolgedrag is namelijk gedrag dat van je verwacht wordt. Bijvoorbeeld als je bij een winkel iets afrekent, verwacht je dat je vriendelijk geholpen wordt. Je kunt ook een bepaalde rol aannemen uit zelfbescherming. Want zo'n rol past vaak bij je omgeving en daar bescherm je dus jezelf mee. Het kan ook zijn dat je even iets heel anders wilt. Je bent dan roldoorbrekend bezig. Dat is gedrag, ander gedrag dan wat iemand van je verwacht. Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het programma Puberel. Je kunt, als je iets van de andere kant bekijkt, daar namelijk ook heel veel van leren. Dinsdag in Puberel XL krijgt Jim een nieuw plekje. Goeiedag. Ah, mooi huisje. Niet een huis van 10 euro of zo. Jullie zijn de vrienden van Jim. En wat vindt Daan van zijn nieuwe gabbers? Iedereen staat stijf van de pillies en de kook. Mag je het eten? Mag je het tafel brengen? Willen. Toch wel. Hoe overleven ze deze ruil? Puberel XL, dinsdag op Nederland.